Klussenman is er weer. Ja, we zijn er weer. De klussenman heeft mijn onderbroeken en sok opgehangen. Dan hoef ik niet meer te bukken. Super fijn. Mooi op hoogte. Graaphoogte, hè? Graaphoogte. En dan hebben we hier, heeft de klusjesman ook nog iets gedaan. Zo, kijk. Heeft hij het schilderij van mijn moeder opgehangen. Maar meneer de klusjesman, heeft u gezien wat ik voor jullie heb gedaan? Oh nee. Ik heb gezorgd dat die... Heb je Lego gebouwd? Nee, dat zeker niet. Oké. Ik heb die planken vrijgemaakt. Oh ja. Dan hebben we die. Meer planken nodig. Meer planken nodig. Nog eentje erbij. Hey, maar weet je wat echt leuk zou zijn? Als wij eens een keer een avond samen zouden gaan Lego bouwen. Nice. Is goed. Right. Oké, dan maar nog een plankje vrijmaken, hè? Tja. Als je het doet. Nee, dat goed doen natuurlijk. Alleen met die Lego hier. Auw! Alsjeblieft meneer, nog een plank vrij. Ik ga de boeken niet hoger zetten. Maar ik vind het belangrijk dat hij erbij kan. Want dat is nou juist wat hij meer mag gaan doen. I'm finally ready. Outfit of the day. H&M positiekleding. Mango. Dit zal ook H&M zijn. Gewoon spaghetti truitje. En opbellen van de Hema. De kinderen waren vanochtend heel zoet aan het spelen. Toen heb ik het huisje opgeruimd en een beetje gepoetst, de wc's en zo. En daarna ben ik me gaan klaarmaken. Ik ben dus nu klaar. Het is 10:30. En dan merk ik dat ik nu moe word. Ik denk, oh, ik ben net klaar. Ik ben net opgemaakt. Bij wijze van, kan ik nu alweer gaan liggen. Papa is ook weer aan het spelen. Wat ben je nou weer aan het doen, schat? Huh? Wat ben je nou weer aan het doen? Ik ben maar plots mijn brandweerkazerne aan de kant aan het zetten. Het is echt triest. Nick is gewoon beneden en jij zit gewoon hier. Jij denkt, ik hang gewoon snel die mand aan die schilderij op. Dan houdt Nancy tenminste aan. Dan is het wel vrij. Er staat een beetje balans dat ik nu even mag spelen. Kijk voor mezelf. Wat is jouw motivatie hierachter? Ja, ik denk dat er maar weinig mensen zijn die mij begrijpen. Nee, misschien niet. Ik weet niet. Misschien zijn er wel meer mannen die... Dit is gewoon echt zo leuk. En hoe snel die wel niet terug was van de boodschappen doen? Ja, dat had geen relatie met elkaar. Ik vind gewoon een hartstikke saai om boodschappen doen. Dat is niet... nee. Oké, ik ga even wat fruit eten. Ik ga even, want het is wat warm. Wil je ook fruit? Ja, ik heb ook allemaal bevroren fruit meegenomen. Ja? Voor smoothies en zo. Dat vind jij toch niet lekker? Ja, voor jou. Dank je. En maar zonder fruit. Persikjes en zo. Nice. Oké, tot zo. Die vries is... Die gaat niet meer liggen. Nee, we moeten een nieuwe diepvries erbij hebben. Dat is zwangerschap. We moeten echt verbouwen. Ik heb nou dus een derde plank vrijgemaakt daarboven. Dan zet je daar maar dingen waar je weet ik veel. Want ik wil de boeken graag niet hoger. Want ik wil dat juist stimuleren. Snap. En waarom ruim ik ook alweer op? Nee, die is gewoon tijdschrift voor jullie. Hey, wat is dit hier? Zijn het jullie huis ofzo? Ja. Gezellig. Ik ben een reet. Ja, wat ben je dan voor dier? Links, kijk maar. Kijk hier, hè. En links? Ja, links. Ga je even Ukkie's cadeautje inpakken? Ja, dat doe je dat. Kijk, dan draai je hem zo. Hier is de plakband, hè? Dan zal ik je even helpen. Dan zal ik het je uitleggen hoe het moet. Dan kun je het dan zelf doen. Dan til je hem op. Trek je hem naar voren. En dan doe je zo. Goed zo. Oh, de andere kant.
Tada! Mama, kijk eens wat ik heb. Dat is Lea. Dat zal ik zo leuk vinden. Kom Ja. Ja, maar ik ben nog bezig. Even het oude fruit opmaken. Zijn hier geïnstalleerd? Ja, ik ga oranje blaadjes. Oké, gaan even kleuren en verven. Ja, oranje blaadjes ga ik doen. Oeh. Ik heb hier het namenboek. Misschien kan ik nog wat handletteren met de naam die we nog niet hebben. Dit is de tweede toren, maar Nicky zei al, waarschijnlijk heeft hij alle Lego blokjes al kwijt in de eerste. Dus misschien gaat deze naar Lea's kamer. En Nicky, ja. Goed zo. Hier is de plakband, schat. Hup. Goed zo, Lea. Kan ik het in het gepakt? Ja, dat is prima. Nu de zijkanten nog. Wat doe je dit? Zal ik eens laten zien hoe ik dat normaal gesproken doe? Kan. Je kan het ook nog op een nettere manier doen, maar zo kan ook. Zal ik eens laten zien hoe je dat doet? Ja. Kijk. Doe je. Een hoekje vouwen. Tot, moet je even voelen waar het cadeautje zit, zo. En hier ook een hoekje vouwen, zie je dat? Even wachten, Lea. Ik ben even Nick aan het helpen. Als je het heel netjes wil doen, doe je het nog zo. Dat je geen witte rand meer ziet. En dan zo. Dan kun je hem vastpakken. Tada! Heel goed, Lea. De andere kant mag jij doen. Ja, maar dat kan ik niet. Ik snap het niet. Ik help je, schat. Ik help houden. Ja, ik help je. Eerst één hoekje zo vouwen. Ja, goed zo. Dit hoekje nog vouwen. Ja, en dan klap je dit naar hier. Ja. Heel goed. Dat is hem. En dan een plakbandje. Nou, ik denk dat Ukkie heel blij wordt van jullie cadeaus. Heel goed, dat is één. Het is inmiddels namiddag. En ik heb eerder verteld dat wij ieder jaar een jeugdweekend organiseren. Dat kon vanwege corona niet doorgaan. Dat zou online plaatsvinden bij Zoom. En nu kunnen we toch bij elkaar komen. We hebben in plaats van een weekend een avond georganiseerd. Maarten is er al. Hele tijd aan het opbouwen. Ik probeer ondertussen mijn schoenen aan te doen. Ik zet jullie even neer. En ik ga daar nu ook heen. En de kids gaan mee. Dus ik ga zo lang als dat de kids en ik het volhouden. En Maarten die blijft dan daar tot het einde. Want volgens mij is daarna nog een kampvuur. Maar dat weet ik even niet zeker. En deze dame en deze heer, zij hebben Jip helemaal gefixt. Eerst design en nu volgens mij ook alle motor en alle, ja, hoe zeg je dat, technische onderdelen. Ja, klopt. Oh, wauw. Maar hij was helemaal vol bloemen en knalpaars. Oh, echt? Het was een hippiebak. Ja, klopt. Okay. Nu is het ook een soort hippiebak, maar een soort... Maar wel een andere stijl. Oh my goodness. Cool, hè? Zo vet. Oh. Ja, even zien, we beginnen mee. Oh, je gaat echt een tour geven. Ja, tuurlijk. Kijk eens. Als je dit bankje naar voren klapt, dan kun je het bed uitschuiven. Uh-huh. Dan heb je een tweepersoonsbed, zeg maar. Dit zet je, haal je eruit, want dit is de keuken. Ah, check. Ja. Oh my goodness. Ja. Hoe kom, dit hebben jullie zelf ontworpen? Ja, dit heeft Auken gemaakt. Wat een genie. Het kookplaatje hadden we nog over. Oh, kijk. Ik zal hem even laten zien. Oh ja, doe geen moeite hoor. Nee, het moet er toch even uit. Voorzichtig, lief. Super, super komt er nou. Voorzichtig, lief.
Wat je eten. Je moet het natuurlijk wel even goed showen. Wauwie bouwie. Dit is het keukentje, gedesigned bij Auke. Super vet. Goed, hè? Gewoon een lekker kookplaatje. En hier kan je het gas mee aanzetten aan en uitzetten. Zo. En hier gewoon vier pitjes. Zit alles in. Snijplankie. Nee. En nee. Alle spulletjes. Gewoon lekker minimalistisch. Alles wat je nodig hebt. Ja. Geweldig. We kunnen lekker koken. Want dat vind ik wel lekker. Goed kunnen koken en goed kunnen slapen. Ja, ja, absoluut. En dan heb je hier. Maar hier zit alles in wat we gewoon snel nodig hebben. Ja. Ja. En hier hebben we lekker ruimte. Dus kan Lotte ook lekker spelen. Geweldig, hè? En hier ligt hij s'nachts, maar meestal tussen ons in gewoon. Want waar ligt hij dan in als hij daar ligt? Gewoon een tentje. Zo'n Darien travel cot? Ja, zo'n speciaal... Oh, daar gaat de appel. Oh, kijk die velgen ook, hè. Ja. Yes, oh, God. Is je appel weg? Oh, dat is zo lekker, hè? Oh, liefie. Zal ik mee schoonmaken? Kijk nou, een boekenkastje. Ja, het is allemaal al die kastjes ingezet. Heel tof. Ja. Gaat het goed, Lot? Ja, mooi, hè? En tijdens de reis zit jij dus hier? Ja, ja, hij zit nu nog voor. Uh-huh. We wilden hier eigenlijk nog Isofix doen. Oké, okay, ja. Maar ik vind het nu wel fijn dat ik gewoon hier lekker alles kan pakken wat we nodig hebben. Onder. En kom je alles kwijt? Ja, makkelijk. Echt? Ja. Maar jullie zijn natuurlijk minimalistisch gewend, hè? Vanuit een tiny house, hè? Ja, dat klopt. Maar kijk, het is nog niet eens makkie vol. Meen je niet? Valt op mee? Hoe dan? We hebben echt, nou, nu zeiden we van nee, nu moeten we stoppen, want we hebben veel te veel chak mee. Wauw. Hier, we hebben niet zo... Oh, whisky. Nee, wat is dat? Jullie zijn natuurlijk ook allebei niet zo groot, hè? Dat scheelt ook echt, hè? Ja, klopt. Wij zeggen ook altijd, wij zijn gewoon gemaakt voor zo'n voertuig. Eigenlijk. Ja. En heb je ook iets van een ventilatortje of zo? Nee, dat nog niet. Dus als het warm is, dan moeten we echt heel mooi. Alle ramen openzetten. Dat heb jij natuurlijk weer genaaid. Ja. Super cool dat jullie dat zo jullie talenten kunnen combineren. Ja. Hierin, hè? Mooi. Ook een bedenkt systeem en dan. Ja. Dit is Lotte een kledingkast, hoor ik. Nou ja, nou, sweet. Alles zo mooi erin. Oh, en dit is ons koffiebak. Koffiebak? Luierbak. Oh. En jouw kleren zitten achter. Mijn kleren zitten daar in die tas. Oh, oké, okay. Oh, dat doen jullie met tassen. Ja, yes. Slim. Oké, okay, en dit is dus... Oké, okay. Corrigeer me als ik het verkeerd zeg. Yildo heeft dus een bedrijfje. Pippel. Zeg ik het goed? Klopt. Oké. Okay. Ik zal het verlinken en ook hierin even de naam zetten. En zij maakt dus kleding. Met name voor kindjes, hè? Zij, ja. Ze laat het even zien. Want, even kijken. Oké, okay, hier zie je meteen het naamkaartje. Ja. Wauw. En wat is nou het bijzondere van jouw kleding? Want het is natuurlijk... Zeg maar eco. Wacht, ik hou het even zo. Anders kan ik het eco met lichtjes. Dus linnen. Een pakje van linnen. Super mooi. En deze roestkleurtje. Ja, ik heb nou niet alles mee. Oh my god. Maar dit dacht ik van nou, als er een fotoshootje komt, dan heb ik in ieder geval iets bij me. Heel vet. Ja, want de site die komt binnenkort online, hoor ik. Ja, klopt dat? Dat zag ik op je Insta, hè? Ja, begin augustus. Ja. Dan, ja, sommige dingen moeten ook nog een beetje afkomen. Heel mooi. Helemaal. En wat voor maten heb jij? Ik doe nu alleen nog tot 2 jaar. Oké. Okay. Of in ieder geval tot 98. Maar dat verschilt dus per kindje. Ja. 92,80. Maar doe je het dan op vraag of zo? Nou, ik zet eigenlijk gewoon die wat je hebt, zet je online, op. Ja. En dan kun je gewoon een maat bestellen, welke je wil. Oh my goodie. En welke maat begin je? Oh, je kunt je bestellen. Oké, okay. Ja. Oh, geweldig. Ja, dus echt 50, 56 tot... Ja, je begrijpt dat ik daar natuurlijk ook nog iets van ga bestellen, hè? Ja, leuk. Oh, wauw. Ja. Echt mooi. Ik had ook een soort van... Ben jij ook trots op mama? Hij is zo'n lachen van... Chocolate pakje. Oh my god. Deze heb ik dan Lotse maatje gedaan, zodat we hem even kunnen shooten. Oh, wat shooten. Mooi afgewerkt ook, joh. Vet, hè? Heb je dat geleerd? Of is dat gewoon jouw talent? Dit heb ik uitbesteed. Oh, is dat? Ja. Oh, wauw. Dus met die kleine uk kan ik niet alles meer doen. Nee, dat snap ik. Dus dit besteed ik nu ook uit. Geweldig. Ja. Ja, als ze... Mooie,
mooie dingetjes. Als het online staat, dan ga ik lekker eens kijken en ga ik iets moois kiezen. Hier zit onze tas in. Ik vind het echt magnifiek hoe jullie omgaan met de ruimte. Ja, dat is dan speelgoed inderdaad. Dat zijn favoriete toren. Oh, die heb ik ook op mijn lijstje gezet. Ja, dat is mooi, hè? Heel mooi.